We zitten in de auto en we gaan naar Fenne van de Hoefwijzer. Ja, helemaal leuk. Tessa heeft vandaag studiedag, dus dat is een beetje mazzel hebben. Yes. Zo even een eindje rijden, maar ik heb er zin in. Er ligt een windexamen achterin, dus dan kan ze die even uitproberen. En ik kan mijn zonnebril opzetten. Ja. Dan kan ik wat zien. We zijn er. En het eerste wat ik zie is ponies in de speeltuin. Kleine Shetlanders in de speeltuin. Zo, die Tess, hè? Ik heb Shetlanders gevonden. Ja, leuk. En hier hebben we ook allemaal kippetjes. Ja, en ik heb een beetje daar te nemen. Maar we zijn dus nu bij de manege van Hoefwijzer. Manege Tielen heet het. En ziet er heel anders uit dan bij ons, maar wel gaaf. We gaan maar even op zoek naar Fenne. Ga Fenne maar zoeken. Ze hebben hier gewoon een automatisch spuusysteem. Hoe makkelijk is dat? Hoef je dus niet met trekker door de bak heen. Ja. Echt cool. Dit is Fenne. Hallo. En Fenne is van? Ja, Hoefwijzer. En ook van? Ja, Fenne van Dam. Precies, dus Die heeft gewoon twee YouTube kanalen. En ze gaat ons manege Tielen even laten zien met haar arme vol. Hier kom je zeg maar binnen. Want daar staat Tielen. Komt zo binnen. Lopen maar, Tess. Ja. Oh, nu word ik overbelicht. Eén moment. Ja. Nou, hier heb je drie binnenbakken. Ja, dit is nou één grote. Maar normaal wordt dat zo in twee gedeeld. Oké. Okay. Daar nog eentje. Ja, hier heb je dan de ponystallen van de manege. Beetje licht van mij. Volgens mij zijn alle paarden weer buiten. Volgens mij zijn want alles staat hier helemaal open. Yeah. Dus hier is nu niet zo heel veel te zien. Ja, hier heb je dus de stallen van de manegepaarden. Ja, ik zag net ook al een bordje dat je op een gegeven moment gewoon niet verder mag. Niet voeren en niet aaien. Ja. Yeah. We hebben ook een Westerlie. Nee, we hebben ook een Westerlie, ja, dat klopt. Oh. De manegepaarden. Nou, met dit paard heeft best wel vaak video's opgenomen. Alex, hier had Tessa een paard gevonden dat ze heel leuk vond, deze. Toch Tess, hier? Ja. Antalya. Ja, die kan heel goed springen. Die vind ik heel leuk. Ja, ik ook. Ik ook, zegt ze dan. Natuurlijk, Tess, jij kan heel goed springen, meid. Dat is je droom, hè? Hallo. Creamy. Ja, die is ook heel leuk. Dat is een pony, denk ik, of niet? Ja, die is nog best wel jong. Die kan wel leuk lopen. Oh. Nou, hommelen maar, Tess. Vanaf hier paarden en ponies niet aaien en niet voeren. Dus dat is voor de pensioenklanten, denk ik zo. We lopen al een tijdje door de pensioenklanten. Ja. We staan maar ook in die grote hal. Staat hij altijd een beetje verspreid. Ja. Maar het is gewoon, sommige paarden hebben gewoon iets. Ik ken ook een paard uit de manege, die kan niet tegen wortels. Dan moet je ze ook geen wortels geven. Dat vinden ze echt niet leuk. Precies. Nee, precies. Je zou maar net een wortel al vast hebben gehad en net een ander snoepje willen geven. Dan kan die ook al jeuk voor. Oh, dat is wel heel heftig. Ja, dus dat is wel zielig. Je kan beter gewoon geen paardjes hier voeren. Nee. Ja, of natuurlijk wel je eigen manegepony waar je op hebt geleden natuurlijk. Tuurlijk. We zijn inmiddels door de hele manege. Fenne heeft een touw. Yes. En nu gaan we op zoek naar Noora, maar hun hebben een hele andere wei dan wij. Dus dat vind ik wel grappig. Wij. Want sowieso zijn de hekken veel hoger hier. En jullie hebben echt een soort afgemeten vierkantjes. Ja, dat klopt. Je hebt ook andere afmetingen. Daar heb je best wel grote weiden en daarachter ook. Ja. Maar dan hiervoor heb je sowieso de paddocks. Soort paddocks, ja. En dan heb je ook nog kleine weidjes voor als er twee of één paard erin. Oké. Okay. En jullie hebben ook echt paarden die alleen staan? Ja. Ja, bij ons gaan ze dan meestal gillen, dat vinden ze niet zo leuk. Oh ja, we hebben wel een paar paarden die kunnen gewoon niet samen, want dan komt het gewoon niet goed uit. Maar meestal zijn ze wel samen. En anders staat er één hier en dan staat er eentje naast. Ja, precies. Dus ze staan niet helemaal alleen. En hier zijn de paddocks. Jullie hebben ronde paddocks, ook leuk. Het is wel grappig om een keer weer een andere manege te zien. En hier hebben we alle paardjes. Zijn dit de gewone privépaarden of manegepaarden? Dit zijn de manegepaarden, want normaal staan ze niet met zoveel in één wei. Oké, maar dat kan wel. Met de manegepaarden poppen ze het meestal wel een beetje bij elkaar. Oké. Lopen ze bij jullie dan ook allemaal los naar hun eigen box? Wel naar de bak toe, want daar heb je dus de bak. Oké, zo kom je naar de bak. En dan meestal gaan ze iets van een draadje spannen. Ja. Dat ze allemaal naar de bak rennen en dan worden ze bij de bak één voor één eruit geplukt. Oké.
Oh, leuk dit. Nu gaan we Noora zoeken. Ja, Noora staat. Even kijken, of staat daar. Het is maar helemaal daarachter. Kijk, we zijn nu bij Noora in de wei. En hier zijn alle paardjes. En Fenna heeft Noora gevonden. En Noora die gaat mee. Gaan we even zadeltje kijken. Hallo schat, wat vind jij leuk? Oh, ze heeft echt lichtere manen dan op de video lijkt. Ja? Ja. Grappig, ik ga het heel dichtbij doen. Ik heb een nieuwe camera, dus als het goed is kunnen jullie nu heel goed zien dat ze echt een andere kleur manen heeft. Bij de staart. Ja, ook. Wat leuk. Ja, en die staart heeft ze echt heel veel verschillende kleuren. Mooi is dat. Echt heel leuk. Alleen is wel heel vies, want ik heb hem al een jaar niet gewassen. Nou ja, haar staart te wassen is toch niet echt goed voor een paard, dus ach. Nee. Ja, ze heeft al zo'n dunne staart, dus laat ja, het altijd lekker met rust. Ik ook, en kan hem ook niet. Door alleen het stro eruit te halen doe ik. De rest echt helemaal niks. Zo, Noora die staat klaar. Ik ook. Gaan we samen maar even, of wil je eerst poetsen? Ja, ik kan het al even snel bosjes doen, dan gaan we kunnen nog wel even uitgebreid gaan. Bedankt dat wij hier op de Nestiele even langs mochten komen en naar Noor mochten kijken. Ja, heel erg leuk. Vergeet vooral niet eventjes kijken op het kanaal van Fenna. Zij heeft het kanaal Hoefwijzer. Ik zal het hieronder nog even linken. En dan komt een balkje natuurlijk in beeld. Dat doet Rick even. En wij gaan weer richting de sluizen. Noor vindt het lekker. Is goed hoor. Allemaal bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag bij de volgende video. Doei! Doei!